Hoi, welkom bij een nieuwe scrapbook video. We zijn alweer in juli aangekomen en ik ben een beetje koos-inspiratieloos op het moment. Het komt omdat ik het gewoon heel druk op mijn werk heb en dan is de creativiteit soms even zoek. Dus ik ga wel zien wat het wordt. Ik moet zeggen, de vorige twee pagina's vond ik weer heel erg leuk. Dat waren die hele simpele pagina en deze met heel veel vintage weer. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel erg leuk om te maken. Dus ik ga eens kijken wat vandaag gaat worden. We gaan het zien. Ik wil in elk geval kijken of ik wat met wat zomerse kleurtjes kan doen. Niet geel, want dat heb ik de laatste tijd al heel veel gedaan. Dus een ander kleurtje. We gaan gewoon eens even zien wat het gaat worden. In elk geval veel kijkplezier. Zo, we gaan eens even zoeken naar wat papiertjes. Iets zomers. Nou, dan kom je al snel uit op wat dit kleurtjes zijn bijvoorbeeld. Dit is dan wel heel grappig. Dat is roze. Roze doe ik niet zo vaak. Misschien is dat een leuk idee als basis. Ik heb ook roze nagels op het moment. Al moet de nagellakken gauw weer af. Want bijna weer aan het werk. Deze is ook leuk met al die hartjes. Ah, wacht. Die haal ik er ook uit. Misschien worden het wel samen. Of misschien iets van deze twee. Ik heb hier ook nog een heel mooi zacht roze. Kijk, hier zitten hartjes op. Kunnen jullie dat zien? Kijken of ik het scherp kan krijgen. Ja, kijk. Hier zitten hartjes op. Dus misschien is dat wel leuk bij deze hartjes. Dat wordt dan de volgende pagina. We gaan eens wat met roze zoeken. Laten we eens eventjes gaan kijken naar wat roze plaatjes. Dus ik ga eventjes wat dingen aan de kant leggen. Even mijn snijertje in de buurt. We gaan eens beginnen met deze bak. Wat zit hierin aan roze waar ik wat mee kan? Kijk, hier kan ik eventueel nog wat opstempelen. Dat is natuurlijk ook leuk. Hier heb ik nog een roze. Dit is wat meer het oude roze. Dat zoek ik eigenlijk nu niet. Ik zoek echt wat gewoon echt roze is. Of paars, maar dit vind ik ook niet echt. Dit is wel roze. Kijk, dan heb ik al drie dingen uit deze kant. Nou, dat is genoeg. We kunnen het een beetje verdelen natuurlijk, hè, dat het niet allemaal hetzelfde is. Eens even. Oh. Wat gaat er hier mis? Hier zitten wat blaadjes in. Nou, hier zit duidelijk geen roze in. Dat hoef ik niet eens naar te kijken. Deze vind ik ook zo leuk. Die moet ik ook nodig een keer gaan gebruiken. Dit zijn allemaal bloemetjes. Hier weet ik niet wat er tussen zit. Dus hier kan ik altijd nog even kijken. Oh kijk, deze is ook leuk. Is ook roze. Boric acid. Even kijken, heb ik toevallig al eentje in het roze gemaakt? Nee, maar hieronder ligt nog wel een roze. Dus kan ik nog wel wat mee. Ik heb nog niet meer gemaakt. Dat moet ik nodig eens even doen. Dat staat hier allemaal. Ik heb allerlei kleurtjes, daar kan ik wat mee. Eens even kijken naar een paar postzegels. Nou, dat is roze, heb ik daarin zat. Kijk, ik heb een hele bak vol met roze. Ik ga er gewoon even een paar mooie uithalen. Die een beetje roze hebben. Ik leg ze hier even aan de zijkant. Kunnen jullie net niet zien. Allemaal roze. Kijk, ik heb er vier uitgekozen. Kan altijd nog wisselen. Dan gaan we de bakken in met plaatjes. Even kijken. Oh, kijk. Hier zit heel veel roze aan vogels in. Dat is misschien wel leuk. Die haal ik er in elk geval uit. Nou, weer een mooie roze sticker natuurlijk. Deze is een beetje groot. Dat is wel jammer. Fiets kan altijd. Dit is ook roze, maar dat vind ik niet zo mooi. Nee. Is ook schattig. Dus even kijken wat hier nog meer in zit. Oh, dat is dezelfde. Maar die is misschien wel leuk als achtergrondje. Even kijken. Een roze lama vind ik een leuk idee, maar niet voor vandaag. Nou, bloemetjes skippen we maar even, denk ik. Ik heb al zo vaak iets met bloemetjes gedaan. Poppetje. Vind ik altijd heel ingewikkeld. Ik leg hem er wel bij. Oké, we gaan verder zoeken.
Eens even kijken. Geen potions vandaag. Dit zou ik in de meivakantie opruimen. En toen dacht ik, ja, het heeft niet super veel zin. Want hoe leuk het ook is om het op te ruimen. Het helpt niet echt, als ik heel eerlijk ben. De klok is altijd leuk ertussen. Ik zit ondertussen even te kijken wat ik tegenkom. Hier niet echt iets in. Gaan we hem weer in het laadje zetten. Even kijken, zit hier nog wat in? Ja, dan krijg je weer deze, maar dat is leuk. Maar misschien als ik daar iets kleins mee maken. Ik ga het even... Ik moet toch even iets aan de kant leggen. Ik ben een diamond paint aan het opruimen geweest. Toen heb ik deze hier neergelegd. Maar die diamond paint heb ik al lang en breed af. Die is al naar iemand toegegaan zelfs. Even kijken wat ik hier nog in heb zitten. Even wat voorzichtig aan de kant schuiven. Sorry voor het ongemak. Eens even zien. De post zegt ze horen eigenlijk in een andere bak. Hier heb ik er nog meer. Die moet ik even verplaatsen. Kijk, hier kan ik ook misschien wat mee. Een bingo kaart, ook altijd leuk. Ja, ik weet wel waarom ik deze hier heb ingelegd, maar ik vind ze nu toch niet handig hierin liggen. Dus ik ga ze even verplaatsen straks. Even kijken, dat is niet echt roze. Kijk, dit is ook leuk. Kunnen we als een beetje als een contraplaatje gebruiken. Dat vind ik het leuk van die... Kijk, dit zijn ook restjes papier. Die heb ik dan ooit eens een keer gebruikt. Kijk, dit zijn weer hartjes. Dat vind ik dan wel weer leuk om te bewaren nog. En zo zie je, dan komt het gewoon een keer weer. Kijk, hier heb ik nog zo'n stukje. Misschien kan ik daar wel mee. Ja, en dit ook. Het is gewoon een kleurtje van een envelopje ooit is wat ik heb besteld. En dan een proefje. Het is niet het envelopje geworden overigens. Nou, ik denk dat ik genoeg heb. We gaan gewoon eens even lekker aan het vreubelen. We gaan erbij pakken lijm. En ik zag al dat hij bijna leeg was. Dus ik heb alvast de nieuwe lijmrollen klaargelegd. We gaan gewoon eens even beginnen met wat neerleggen en kijken wat het gaat worden. Dit is wel super zomers, deze twee kleurtjes bij elkaar. Zie je dat? Kijk, dat overheerst een beetje veel. Maar zo vind ik hem wel leuk. Oké. Dan gaan we eens even plaatjes leggen. Dit vind ik wel leuk als zomerstafereeltje. En dan voegt het helemaal niet met dit, zie je dat? Even kijken. Als ik deze nou eens passend hierin maak, dan kan ik hem gewoon iets kleiner knippen. Ik knip dit even uit, zeg maar, en dan plak ik hem zo achter. Vind ik dat als center veel leuker. Dus dan gaat die er alweer weg. Ga ik eerst even knippen. Dit is namelijk ook een sticker. Dus die kan ik gewoon uitknippen. Kijk, en als je nou... dit en dit doet, dan heb je ineens een ontzettend leuk plaatje. Tadaa! Dit vind ik leuk. De bingo kaart. Nee. Dit wordt weer een kwestie van schuiven, mensen. Eens even zien. Die even aan de kant.
geen idee wat erop staat, maar ik vind deze kant leuker dan de andere kant. Kijk, deze kant. Of die kant. Ik denk deze kant. Die is net even feller. Die wil ik dan daar. Dit wordt wel een uitdaging om het vast te houden. Kijk, deze wordt natuurlijk doorzichtig, hè? Dus dan moet je even rekening mee houden. Kijk, zo. Ik moet het even zien zonder dat ik het vasthoud. Wat vind ik hiervan? Ik vind het te vierkant worden. Snappen jullie wat ik bedoel? Er zit te weinig leven in. Even zien wat ik hier nog heb. Ik heb hier nog een plaatje. Of ik haal deze naar deze kant. Die is doorschijnend. Dan is het minder vierkant. En een washi tapeje. Even kijken. Ik heb nog eentje met hele mooie roze. Kijk. Maar die is te hard, denk ik. Gaan we even verder zoeken. Ik heb nog meer hoor. Het staat hierop. Oh. Hij is heel leuk, maar hij staat op Merry Christmas. Die wordt het niet. Of we gaan voor mega kitsch. Dat is ook wel heel gaaf als je die er gewoon onder doet. Zeg maar zo. Hoe tof is dat? Ja, dat vind ik leuk. Oké, die gaan we erbij houden. Deze plakt niet geweldig, maar plakt goed genoeg voor hier in het boek, zeg maar. Even kijken, hoe krijg ik daar nou een beetje meer leven in? Nee, dat voegt niet. Die leg ik gelijk weer aan de kant. Misschien gebruik ik hem volgende keer. Even zien. Ik heb hier nog een apparaat staan. Maar daar ben ik nog mee in gevecht. Ik krijg het niet goed aan de praat. Even kijken hoor. Dat is dit ding. Nou weet ik dat ik het hier ergens op moet klikken. Dat zo. Moet het zo om maar in. Even kijken hoor. Oh, die klikt goed, klikt wel goed. Dat is nice. Oké, maar ik denk dat ik hem andersom maar in moet doen. Daar klik ik nu de verkeerde kant op. Oké. Hoe moet dit erin? Dit is nog een uitdaging op zich, zeg maar. Change character breastplate. Dit is het schaartje. Dit is even leuk om uit te testen. Oké, ik weet wel wat ik hiermee wil gaan doen. Daar plak ik gewoon iets op. En ik ga die hoekjes rond maken, heb ik al bedacht. Ik ga heel even dit uitzoeken en dan kom ik bij jullie terug. Nou, ik heb hem aan de praat. Ik heb jullie eruit gekregen. We gaan eerst eens eventjes de tang erbij pakken om de hoekjes rond te maken. Dit ga ik allemaal bewaren. Dit niet. Dit is gewoon een instructie van de label maker van de HEMA. Dus het enige waarvoor ik die ga gebruiken is hier. Dat is niet zo'n niet mijn ding, zeg maar. Even kijken. Even ronde hoekjes maken. Dat is het voordeel van dit ding. Je stopt het erin, je klikt erop en er komt een rond hoekje uit. Oh, je moet het wel goed erin stoppen. Nou. Ik vouw hem dubbel. Dat vind ik niet mooi. Waarschijnlijk omdat ik het zelf heb afgeknipt. En dan is het niet mooi rond. Oké. Dit is nu goed. Dit komt hier zo ongeveer. Het is geen exacte wetenschap dit, hè. Zo grappig. Jullie en dan die ISO aan het einde. Soms zometeen nog een keer knippen. Kijken of die dan beter wordt.
Even kijken. Wilde ik nou eerst die tape eronder? Dit eronder of niet? Nee, je moet er overheen. Deze komt hier zo. Nu deze. En dan denk je eens bovenaan die netjes. Nee, klopt, ga ik nog afknippen. Maar ik denk dat doe ik als hij erop zit. Dat vind ik makkelijker. En dan kan ik hem namelijk gelijk knippen met dit. Zie, nu zie je in één keer netjes. Oké, dan gaan we de ondergrond maken. Die krijgt ook nieuwe hoekjes. Daardoor wordt het gelijk een stuk zachter. Dat is één. Twee. Drie. Vier. Even dit gelijk opruimen, want anders heb ik straks weer overal snippertjes liggen. Dat vind ik niet zo handig. Even kijken, dit wil ik er toch onder hebben. Vind ik mooier. Gelukkig is dit makkelijk los te malen lijm. Ik was dat even vergeten dat ik hem eronder wilde hebben. Zo. Komt helemaal goed hoor. Ziet er nu even niet uit, maar komt echt helemaal goed. Dat is het voordeel van deze lijm. Je kunt het er echt helemaal afhalen. Helemaal onderaan hebben. Zo. Kijk, en dan maak ik hier gewoon een extra laagje lijm aan vast. En dan plakt het. Oh. Zo. Dan gaan we beginnen met dit plaatje. Als je denkt, Suus, waar is je horloge? Nou, die ligt aan de oplader. Die was een klein beetje boel leeg. En nou deze erover. Die was zo leeg dat hij uitging zelfs. Dus ja, dan moet je even, moet hij aan de opladen. Kijk, nu hebben we gewoon een schilderijtje gemaakt. Ik vind het zo leuk. Oké, even kijken. Dan had ik een hele mooie sticker. Oh, hier. Die wilde ik dan hier plakken. Dat is leuk omdat die doorschijnend is. Krijg je toch een heel ander beeld gelijk, zie je. En dan wordt het gelijk al een stuk minder hard. En jij, je hebt goed gezien, ik heb geen foto gemaakt. Dat had ik even moeten doen. Maar dat ben ik vergeten. Ik wilde gewoon lekker doorvreubelen. Ik had ineens in mijn hoofd hoe het moet. Kijk, deze hier. Deze hier. Even kijken hoe ik dit wil hebben. Zie je dat dat hele harde gelijk weg is? Kijk, ik kan hem nu zo doen. Maar ik vind stiekem. Ik moet heel even mijn licht bijstellen. Want het wordt ineens donker buiten. Even eentje terug. Ik krijg een regenbui voorbij, denk ik. Die is beter. Kijk, ik kan deze doen. Maar ik kan ook die doen. Deze valt hier eigenlijk helemaal weg in de achtergrond. En deze is eigenlijk net te hard. We gaan nog even kijken wat er gebeurt als we wat andere postzegels neerleggen. Kijk, dit vind ik dan veel liefelijker, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Kijk, en misschien is één andere postzegel ook wel genoeg. Als we gewoon een Europa-zegel ernaast leggen. Nee, dat vind ik ook niet mooi. En we gaan nog even verder kijken. Misschien komen we nog iets anders tegen wat ik nog heb liggen. Die fiets vind ik niet passen. Dat wordt hem in ieder geval niet. Even kijken wat ik nog meer heb liggen. Ik heb nog deze.
Ik heb natuurlijk ook mijn juli, maar die komt gewoon hier. Dan is het gelijk duidelijk dat het de maand juli is. Ik ben er nog niet over uit wat het moet worden. Oh, ik heb trouwens nog een wiel hiervoor. Kun je nog extra mee maken? Ik geloof het. Kijk, deze is te groot. Dit zou ook nog kunnen werken als ik hier ronde hoekjes aan maak. Daar ben ik nog niet heel erg van overtuigd. Of ik maak hier een hartje uit. Dat is misschien nog wat het leukste. Dat ga ik doen. Even kijken. Ik ben niet zo goed in hartjes maken. Dus meestal maak ik gewoon vouw ik het blaadje dubbel en maak ik er een hartje. Knip ik eruit. Dat gaat eigenlijk altijd het best. Kijk, en als ik daar dan juli in plak. Nou, dat vind ik tof. Dat gaan we doen. Oké. Deze moet wel even goed vastgelijmd, want het gaat anders omklappen. Kijk, ik heb hem bewust een klein beetje scheef. Hier zit al een plaklaagje achter, dat is makkelijk. Oh, een statisch plaklaagje ook. Die ga ik lekker schever in plakken. Oké. Okay. Nu mist er hier nog wat. Zullen er een... Even kijken hoor. Wat mist hier nog? Nog een stempel. Ja. Ik weet wat hier mist. En dit wordt een uitdaging. Even kijken. Dan moet ik even een stukje papier hierop leggen. Is dit breder dan dit? Ja, dat is goed. Dat zet ik voor nood even vast. Jullie hebben al door wat ik ga doen, denk ik. De Smoky Gray. En dan wil ik hier een stukje tekst, ongeveer zo. Oké, dus ik moet tot hier ongeveer even wat inkt op doen. Ik ben helemaal gek van die teksten tegenwoordig. Kijk. Dit vind ik leuk. Die maak ik zo even gelijk schoon. Want ik denk dat we hem hebben. Kijk, we hebben weer heel veel over, maar dat geeft niet. Nou, ik vind hem wel heel erg leuk geworden. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Kijk. Heel leuk geworden zo. Ja, ik ben heel tevreden. Ja, hij is af en ik ben eigenlijk mega tevreden over hoe die is geworden. Dat had ik absoluut niet zien aankomen. Ik had verwacht dat hij toch heel anders zou worden. En uiteindelijk heb ik maar 1, 2, 3, 4 plaatjes gebruikt. Een stukje nietang en een stempeltje. Dus ja, ook met heel weinig middelen kun je dus weer een hele leuke pagina maken. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot de volgende ronde. Dag.